Ready to have some fun? Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Ik ging altijd met mijn vriendinnetjes kijken, bij elkaar kijken wat er nou allemaal zit in je vagina. Ik heb wel de beleving dat echt minder naar je gekeken wordt als je boven de 50 bent. Dat vind ik heel jammer. Je hoorde een stukje van de audiovoorstelling Bloos van theatermaker Marte Boneschansker. Voor deze voorstelling interviewde ze vrouwen tussen de 10 en 100 over sensualiteit en intimiteit. Voor haar nieuwe voorstelling Tourist onderzoekt Marte hoe je van toerist gast kan worden en hoe vrouwen eigenaarschap hebben genomen over hun eigen verhaal. Hiervoor maakte ze een reis van Cairo naar Khartoum samen met haar moeder en met de Cairose actrice Rana Goder. In 1862 werd deze reis al eens gemaakt door de Haagse moeder en dochter Alexandrine en Henriette Tinne. Een hele uitzonderlijke reis voor twee vrouwen in die tijd, maar ook een reis in een koloniale context. Marte, haar moeder en Rana onderzoeken wat er is veranderd. Hoe ga je de verbinding aan met een vreemde plek? En van wie is de ruimte om ons heen? Omdat we het eerst over Martes werk in het algemeen hebben en dat nog wat ingewikkeld was om in het Engels te doen, beginnen we het gesprek met z'n tweeën in het Nederlands. Vervolgens komt Rana erbij en vervolgen we het gesprek in het Engels. We gaan dan wat dieper in op de voorstelling Tourist en hoe het was om deze reis samen te maken en nu samen aan de voorstelling te werken. Helemaal op het einde van deze uitzending zal ik ook nog een hele toffe winactie aankondigen. Die komt dit weekend op mijn Instagram, dus wil je weten wat je daarvoor kunt doen, hou mijn Instagram in de gaten. Heel veel luisterplezier, hier zijn Marte Boneschansker en Rana Goder. Ik ben Marte Boneschansker. Ik ben theatermaker dus. En ik maak 1-op-1 voorstellingen. Dat wil zeggen voorstellingen waarbij voor mij het individu centraal staat. En dat is dan het publiek. Dus je zult bij mij nooit in een groep in de zaal zitten of zoiets. En het zijn voorstellingen waarbij je als publiek behoorlijk actief bent. Ik vind publieksparticipatie, worden mensen een beetje bang van. Maar in mijn voorstellingen is het publiek speler eigenlijk. Dus zonder publiek geen voorstelling. Publiek is spelen, hoe bedoel je dat? Bijvoorbeeld in Bloos kom je als publiek in je eentje in een bed te liggen. Mm-hmm. En dan krijg je een koptelefoon op en dan luister je naar een verhaal van een vrouw. Een van de 9 vrouwen, 9 verhalen die ik heb verzameld. Dat zijn verhalen over intimiteit en seksualiteit. En die vrouwen zijn tussen de 10 en de 100. En ieder bed heeft zijn eigen vrouw, zijn eigen verhaal, maar ook zijn eigen dramaturgie. Dus beweegt op een bepaalde manier. Het heeft een, je zou kunnen zeggen de bedden ademen, of je wordt op een bepaalde manier aangeraakt door de spelers. Mm-hmm. Ja, dit is verwarrend met het woord spelers, maar dat zijn dan weer de bloosste spelers. Ja. Maar ja, wat ik maar wil zeggen is, als die ene persoon niet in dat bed gaat liggen, mm-hmm. dan is er geen voorstelling. Nee. Dus je hebt een essentiële rol. Ja, je doet actief mee, ja. Zeg maar. Ik heb daarvoor een werk gemaakt waarbij je als publiek, het ging over je afzonderen en kluizenaarschap en wat dat betekent. En als publiek kom je dan in je eentje een uur lang met mij in een kluis te zitten van, wat was het, 1,5 bij 1,5 meter. Heftig. Maar als het publiek dus niet komt, dan is er geen voorstelling. Dan is er niks, nee. Ja, dus in die zin is publiek speler. Ja, dus dan zat je 1,5 uur met 1 iemand eigenlijk. 1 uur met 1 iemand, ja. 1 uur met 1 iemand. Ja, dat was qua publiekscijfers, publieksaantallen niet... niet een heel financieel... Niet het meest verkoopbare ding. Maar ik had wel heel erg het gevoel dat ik super direct contact maakte. Ja, ja, en dat vind ik een heel spannend gebied. Waar je als maker en publiek echt iets met elkaar kunt meemaken. Mm-hmm. In een grote zaal, als je wegloopt... Ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Dan gaat de voorstelling gewoon door. Ja, zeker. Natuurlijk wel als je dan ook het enige publiek bent, maar het is normaal dat daar een hele groep zit. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Dus het is dan ook in jouw voorstellingen een soort wederzijdse communicatie belangrijk? Dus dat je ook iets van het publiek dan terugkrijgt?
dat valt wel mee. Dus dat bedoel ik ook met publieksparticipatie. Het is niet dat je op een spot wordt gezet en dan... Nou, vertel eens, je eerste seksuele ervaring, hoe ging dat? Dat hoef ik, dat vraag ik niet van het publiek. Maar je hebt wel gedeelde verantwoordelijkheid in die zin dat je samen aanwezig moet zijn om die voorstelling te kunnen spelen. Ja. Dat geldt natuurlijk in het groot ook. Dus zeg maar, in een grote zaal moet het publiek ook aanwezig zijn, anders is er geen voorstelling. Maar er is altijd wel wat publiek. Ja. En hier is het veel meer op de persoon. Ja, dus als jij niet komt, gaat jouw voorstelling niet door. Nee, precies. Dus het is ook jouw voorstelling inderdaad dan. Ja, als het is echt publiek. Jouw voorstelling. Ja. Ja. En nu Tourist is eigenlijk het eerste werk waar ik met groepen werk. Van 10 man. Dat vind ik dan dus heel veel. Dus Tourist is een voorstelling waarbij je door een landschap wandelt. En je op verschillende plekken in dat landschap kun je een scène vinden. Met een koptelefoon op. Dus op het moment dat je in een bepaalde hoek gaat staan, hoor je daar een bepaalde scène, een bepaald geluid. En als je daar wegloopt, wordt dat zachter. En als je een andere ruimte inloopt, dan is daar juist een scène te vinden. Ah ja, dus en, mensen kunnen vrij rondlopen. Ja, mensen kunnen vrij rondlopen. En je bepaalt dus zelf in welke volgorde je de voorstelling hoort. Ja. En dat doe je met z'n tienen, maar iedereen loopt wel zelf. Precies. Rond. Dus je kiest zelf, ik wil nu dit horen, ik wil nu dat horen. En dat is misschien een beetje een zoektocht voor mij van hoe kan die verantwoordelijkheid van het publiek nog groter. Dus ik vind dat bij Tours heel spannend dat ik echt zeg van oké, nee, jij mag bepalen wat de volgorde van de voorstelling is. Ja. En dat was bij Bloos bijvoorbeeld nog niet zo. Nee, dan lagen ze in een bed en dan was het wel een vaste volgorde. Maar dan had je toch ook allemaal verschillende bedden waarin weer een verschillend verhaal werd. Ja. Dus Bloos bestaat uit 9 bedden en 9 verschillende verhalen van ieder decennium 1. Dus 10er, 20er, 30er, 40er, 50er, 70er, 80er, 90er. En als publiek kom je in 1 van die bedden te liggen en hoor je 1 van die verhalen. En die verhalen kloppen bij hoe dat bed eruit ziet. Dus er is, en hoe het bed beweegt gedurende de voorstelling. Dus er is 1 bed dat trilt, er is een bed wat dubbelklapt, er is een bed waar je helemaal in wegzakt, er is een bed waar er onder je ineens je rug wordt opgeduwd door een speler. Dus dan heb je een soort heftige beweging. Dan moet je het in woorden vatten. Marten, die maakt nu een hele mooie beweging het is, voor de luisteraars. Een soort, wat is het ook alweer? Een body roll. Ja, dat is het. Tegelijk. Ja, dus je wordt dan gebodyrolled eigenlijk. Ah, kijk. Heel gaaf. Ja, dus het zijn wel voorstellingen waar niet superveel mensen tegelijkertijd kunnen komen. Hoe werkt dat bij jou? Hoe ben jij eigenlijk gestart? Want je zit nu bij het Huis Utrecht. Ja. Hele fijne plek volgens mij als superfijn. Maker. Ja. Want geven zij jou daar de ruimte in om eigenlijk te maken wat jij dan wil? Ja, totaal. Ik heb echt van hun nog nooit gehoord, wat heel fijn is. ik heb echt nog nooit gehoord. Dus ik heb... Iemand komt van binnen gemaakt en daar speelde ik 1 uur voor 1 persoon. Ja. En dan speelde ik voor 5 mensen per dag. Want ik kon niet, op een gegeven moment was het intense. Ook op. Ja. Dus en daarna hebben we wel met elkaar gezeten en gezegd van, nou ja, er zal wel iets van een schaalvergroting plaats moeten vinden. Dat is gewoon professionalisering eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is er wel gebeurd, maar ik ben toen van 5 naar 53 gegaan. Oh, nou, dat is toch veel. 53 als in... Voor Bloos. Oh ja. Ja, dus bij Bloos gaan er 53 mensen in. En bij het Huis is dat nooit een vraag geweest. Daarom is het zo'n fijne plek of zo. Die gaan heel erg uit van, wat wil je maken? Ja. Natuurlijk is er ook een zakelijke kant aan. Maar ze zijn wel heel erg mee in verdedigen dat zo'n individuele ervaring misschien wel veel verder reikt. Omdat het zo'n veel intensere ervaring is dan iets waar heel veel mensen naartoe komen. En... Daarbij gezegd hebbende, ja, heel veel vlakke vloervoorstellingen zitten ook niet meer dan 40 man. Nee, dat is ook waar. Dus 53 is nog sowieso best een goede score. En het verkoopt wel uit. Dus omdat het dus iets bijzonders is, omdat mensen dan dat spannend vinden of zo, dan ja, ik heb wel het gevoel dat op een andere manier zich verspreidt dan per se de mensen die het zien. Ja, omdat het zoveel meer een intense ervaring is natuurlijk. Ja, en ook iemand vroeg een keer mij, waar begint voor jou de voorstelling? En daar ben ik nu ook in de komende jaren, richt ik me daar heel erg op van. Voor mij begint de voorstelling eigenlijk al voordat het doek opgaat. Zo. Of het zit al in het kaartje, of het zit al in de flyer, of het zit al in hoe je publiek benadert, maar ook hoe je publiek weg laat gaan. Dus als je naar Bloos bent geweest, dan krijg je, en je geeft je e-mailadres op, dan krijg je later nog een extra verhaal toegestuurd in de mail. Dus ik hoop dat die voorstelling zich...
zich meer in de wereld sijpelt, ja, dan alleen maar doek op en doek af. Zeg maar. Ja. Oh, heel goed. Want dan doe je eigenlijk... Ik had net een gesprek met Rachel Levy. En wij hadden het daar heel erg over hoe je nou je creativiteit ook inzet in je PR, marketing en sales. En dat zijn natuurlijk altijd een beetje van die vieze woorden. Maar door dat soort dingen, door eigenlijk inderdaad van tevoren al bezig te zijn met hoe breng je het naar buiten, zet je eigenlijk die creativiteit die je ook in je voorstelling inzet in om er een... Ja, en ik denk dat je daar dus ook die, zeg maar, ik vind het heel spannend om met het publiek iets te maken. In die zin, dus zonder publiek geen voorstelling, maar ook zonder publiek geen flyer of zo. Dus dat je, daar zou ik nog veel verder in willen gaan, dat je echt op zoek gaat van, oh ja, wie is nou mijn publiek? Hoe kan ik die op een persoonlijke manier benaderen? Hoe kan ik die individuele benadering ook in mijn PR doen? Hm. Hoe kan ik zoiets als nazorg doen of zo? Of hoe hou je contact met je publiek? Ja. En hoe is het niet alleen maar, hey jongens, ik speel weer, dus nu moeten jullie allemaal komen en de rest van het jaar hoor je niks van me. Precies, zo'n zenden van, ja, nu moeten jullie iets, in plaats van dat je nog iets verder meegeeft. Ja. En wat voor manieren doe jij dat dan? Nou, bijvoorbeeld met Bloos. Bloos hebben we heel erg gezocht naar alternatieve speellocaties. Dus mm-hmm. We hebben het bijvoorbeeld in een seksshop gespeeld, in male en female, een vrouwvriendelijke seksshop. En... dat is zo'n ander publiek waarmee je meteen een andere relatie hebt. Ja. Want was dat dan ook publiek wat daar... Ja, dan... dat is gewoon ofwel hun klantenbestand, of mensen die het via mij zagen. En dan andersom had je dan die kruisbestuiving, dat mensen naar die dildo's keken van wow. Ja, precies. Wat is dit? Wow. Maar er kwamen dus ook wel mensen die gewoon eigenlijk vooral die seksshop kenden en dan zo hoorden van die voorstelling. Ja. En zo, en zulk soort andere manieren om publiek te bereiken vind ik super interessant. En juist, ja, wat bij Bloos, als je bij Bloos word je door een van die spelers uit bed gehaald. En je hebt gewoon met iedereen uit het publiek heb je een één-op-één gesprek van, wat heb je meegemaakt? Wil je een extra verhaal ontvangen of zo? Dus het is heel, dat directe contact, ja, ik vind dat echt te gek. Om dat in de voorstelling te hebben, maar ook dus in de nazorg en ook in hoe je publiek benadert. En om dat contact veel echter te maken dan, hi, kom naar deze voorstelling. Ja. Nog een flyer. We spelen dan weer daar. En ik kom dan, En ook... Nou, dit is misschien... Ik weet niet of dit een te groot statement is. Maar ik heb wel het gevoel dat je dan... grotere dingen kunt... dat kunst niet, zeg maar, los moet... Ja, kunst moet niet losstaan van de maatschappij. Het is nu heel vaak zo van... Oh, het is kunst, dus... Dus dat telt eigenlijk niet of zo. Dat is niet de echte wereld. Dan ga je naar een sprookje kijken en dan stap je eruit en is sprookje voorbij. Ja. Terwijl het wel... in ieders leven een impact kan hebben en je ook je via kunst kunt organiseren of nieuwe vormen van politiek bedrijven kunt ontwikkelen. Dat geloof ik heel erg. Dus ik hoop dat het meer een community is dan het consumeren van kunst. Ja. Meer, dit zijn gelijkgezinden, waar kunnen we elkaar nog meer vinden? In plaats van, aapje doe je trucje. Ja. En is dat dan ook een... iets wat je zou willen om echt meer een soort community rondom jouw voorstellingen en je publiek te organiseren? Ja, dat hoop ik wel. Ik met meer makers ook. Het is niet dat het mijn community moet zijn of zo. Maar nou ja, er zit iets... dat wilde ik zeggen. Nou, dat bijvoorbeeld ook in Bloos en ook in Tourist, de stemmen die je hoort. Dus ik maak audiovoorstellingen. Dat is misschien ook nog wel een heel leuk, belangrijk onderdeel. Ja, ik maak audiovoorstellingen. Dus ik ga. Dus als je ook zegt van met wie maak je de voorstelling? Ik maak dat met mensen in de wereld. Mm-hmm. Dus ik ga voor Bloos ben ik op zoek gegaan naar vrouwen die met mij open over hun intieme binnenwereld wilden praten. Dus die zijn in feite medemaker aan dit project. En dat is niet een fictietekst. Nee. Dat is niet een schrijver die verzint hoe een vrouw over seksualiteit zou denken. Maar dit zijn echte vrouwen. Ja. En de fictionalisering zit in de edit. Zit in de muziek. Zit in hoe dat bed op het juiste moment je net dat duwtje geeft. Waardoor je die body roll op dat moment doet. Waardoor je dat hopelijk je op een plek van ontroering brengt. Maar de ontroering zit er ook in dat het echte mensen zijn. Ja. En voor Tourist ben ik ook echt op reis geweest. En de vrouwen die je hoort zijn echt vrouwen die langs de Nijl wonen. Die in Khartoum wonen, die in Cairo wonen. Ik hoop dat het dus een beetje uit dat... het is kunst en dus...
heeft het geen impact of zo. Ja, dus heeft het niks met de wereld, de echte wereld te maken of zo. Ja. Is het dan ook dat je bijvoorbeeld met zo'n voorstelling graag... is het dan een doel om die seksualiteit of een intieme binnenwereld meer bespreekbaar te maken? Ja, maar niet... Ik zal nooit zeggen... Ik zal nooit hardop zeggen... Kijk, dus bloos, bij bloos praat je met... luister je naar vrouwen tussen de 10 en de 100. En ik zal nooit zeggen... In de voorstelling zal ik nooit zeggen... ik vind dat er te weinig over seksualiteit op leeftijd wordt gesproken. Ja, precies. Of ik vind het idioot dat er in de FIFA en in de Harper's Bazaar... en vast wel in nog een blad staat... fashionable at every age, 20, 30, 40, 50, 60. En daarna ben je dood. Daar word ik wel kwaad van. Maar mijn werk is best wel soft... Dus in die zin, ik zal dat nooit in je gezicht duwen. Nee, maar precies. Je hebt gewoon wel aan het eind van de voorstelling 30 minuten geluisterd naar een vrouw van 79... die vertelt hoe ze klaarkomt van het kijken naar bloemen. Dus ik hoop dat je op een andere manier daarna denkt... grappig. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Of ik heb... zal ik mijn ouders eens vragen hoe dat is? Of misschien wel herkenning van... ik ben ook 60 plus en... weet ik veel, er zit een vrouw van 60 plus in die een soort sekschat ontwikkelt via Wordfeud. Ja, misschien inspireert het mensen wel om op een andere manier. Dus het is zeker gemaakt met een soort van, ik hoop dat mensen er meer over gaan praten. En ik hoop dat, dat het gesprek, dat het minder taboe is. Dat we gewoon accepteren dat seksualiteit in feite niks te maken heeft met hoe je eruit ziet. Mm-hmm. Want dat is wat media... Of hoe oud je bent. Nee, maar dat is wat media die zeggen van... als je niet fit voor de zomer bent, dan ben je dus eigenlijk niet sexy. Of als je... Seksualiteit is iets voor jonge mensen. Want daarna ben je moeder en daarna ben je 60 en dan dood. Ja. Toch? Want dan ben je niet meer fashionable. Mm-hmm. Of zoiets. Dus die boodschap, die hoop ik wel te doorbreken... met verhalen van vrouwen op leeftijd. Ja. Maar er zitten ook verhalen tussen van jonge mensen. Dus dat is gewoon een mix eigenlijk. En ze krijgen dus niet al die verhalen te horen. Dus dan moet je meerdere keren komen. Ja, precies. Ja. Wat al gebeurt. Ja, daar hebben we lang over nagedacht. Maar die verhalen zijn best wel intens. Het is super intiem om te luisteren naar iemand die zo intens vertelt over een sensueel en seksueel verhaal. Hun eigen levensverhaal eigenlijk. En soms wil je daarna gewoon even op een bankje zitten en niks. Mm-hmm. En om dan meteen nog zo'n verhaal te horen is gewoon veel. Ja, en als je het opknipt en meerdere verhalen laat horen, dan komt het ook niet meer over. Dan heb je die boog niet. Nee. Het is juist fijn dat je even helemaal in iemands gedachtegang kan kruipen en achtergrondinformatie mee kan krijgen. En kan weten van, als kind heb je dit meegemaakt en dus denk je er nu zo over. Of dat soort dingen zijn gewoon belangrijk, vind ik. Ik zou willen dat het in kortere tijd kon. Maar, want dan kunnen meer mensen het zien. Maar dit is gewoon, dit is de goede. Het hoeft ook niet allemaal snel en kort. Nee, ik denk dat ik zeker niet een snelle maker ben. Dus de werken duren lang. En het duurt lang om ze te maken. En het kost veel tijd. En ik vind het knap. De mensen die gewoon, 3 werken per jaar maken. Dus ik snap echt niet hoe je dat zou doen. Want hoe ben jij dan bij dat makershuis terechtgekomen? Bij het huis, Utrecht. Ja, het huis. Kobi, die daar huisbaas is, die heeft mijn afstudeerwerk gezien. Voor mijn afstudeerwerk ging ik samen met Vincent Brons naar Berlijn... om daar ex-Stasi-medewerkers te interviewen. Stasi is de geheime dienst van de DDR. En daar hebben we een voorstelling over gemaakt. En die heeft Kobi gezien en toen zei ze, kom maar een jaar hier rommelen. Kom hier maar onderzoek doen. Mm-hmm. En dat was zeker in die tijd, dat is nu 5 jaar geleden, denk ik. Toen was er echt geen plek voor onderzoek. Het was allemaal net na een soort van na enorme bezuinigingen. En onderzoek, dat was iets van, dan is er geen resultaat. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Want wat levert het op? Ja, die vraag. Terwijl het natuurlijk heel veel oplevert voor de ontwikkeling van je handtekening en... voor de maker levert het heel veel op, waardoor die later een werk kan maken wat, weet je. Maar goed, dat was toen eigenlijk op heel weinig plekken. En dat kon wel bij het huis. Dus daar heb ik een jaar lang gewerkt aan die kluizenaarsvoorstelling. Iemand komt van binnen.
zonder dat dat een voorstelling ging worden. Dat was helemaal niet de opzet. Het was echt het idee van ga maar onderzoeken. Oh. Dus dat onderzoek heeft ook 1,5 jaar geduurd uiteindelijk. Omdat ik gewoon begon met boeken lezen, een paar documentaires zien, kluizenaars in Nederland opzoeken en hun interviewen. Maar ook wel echt een luxe dat je daarvoor dus die tijd kreeg om dat, ja, te dat gaan doen. Ja, dat was te gek. Dat was echt te gek. Voelde je dan soms ook zelf die druk van ja, maar ik moet wel iets dan gaan maken? Of kon je dat dan ook wel loslaten? Ja, daar was het huis zo niet mee bezig. En ik kwam natuurlijk net van school, dus het voelde op zich gewoon als een project. Mm-hmm. En ik vind dat ook wel een lekkere modus waarin je gewoon supervrij kunt onderzoeken. Ja. Ik heb mezelf toen 2 weken in een kluis opgesloten als onderzoek. Oh mijn god. In het huis, dus in het huis een kluis gebouwd en daar 2 weken gezeten. Donker ook? Of? Nee, het was wel gewoon daglicht. Ik heb echt geprobeerd om de oude kluizenaarregels uit de middeleeuwen te volgen. Met name van een Utrechtse kluizenares. Zuster Bertken heet zij. En dan had je dus wel een raam. En er werd ook iedere dag eten gebracht. Maar je gaat niet dood. Of zo. Maar nee, zij heeft daar van haar 30ste tot haar 87ste ingezeten. Oh mijn god. Toen ging ze dood. Ja, dus dat heb ik geprobeerd na te bootsen. En ja, voor dat soort dingen, ja, dat was gewoon zoveel ruimte kreeg ik om dat te doen. Dus dat was heel erg fijn. Ja. En toen is daar uiteindelijk wel een voorstelling van gemaakt. Mm-hmm. Wat dan weer relatief snel ging, omdat dat onderzoek zo uitgebreid was geweest. Ja, precies. Dus de richting was meteen heel helder. En toen ben ik eigenlijk, nooit weg geweest bij het huis. Dus ik heb daar, even kijken. Dus 1,5 jaar onderzoek gedaan. Toen een voorstelling gemaakt die de zomer daarop speelde. Dus zit je al op 2,5 jaar. Mm-hmm. Toen zijn we begonnen met het aanvragen van een nieuwmakersregeling. Mm-hmm. Dat is een regeling van het Fonds Podiumkunsten, waar je als maker 2 jaar wordt ondersteund om je verder te ontwikkelen. Ja. Ja, en die kregen we niet de eerste keer trouwens. Kregen we die niet. En was dat dan, je zegt we, is dat dan ook vanuit het huis? Of? Ja, dus ja, dat doe je samen. Dus je vraagt het aan met, ja, een andere grotere instantie of een stichting. Ik kon niet zelf aanvragen. Nee. En je doet het ook met iemand die expertise heeft, die jou kan begeleiden. Die zorgt dat, okay, dat je dat op een goede manier doet. Dus dat heb ik met het huis aangevraagd. En toen de tweede keer kregen we het. En dat was, toen ben ik bloos gaan maken. En Toerst is daarin binnen het tweede ding. En dan volgend jaar is het nog even zoeken. Ja. Waar we dan het geld vandaan gaan halen. En ik heb wel echt 2 jaar in luxe gezeten, voor mijn gevoel. Op wat voor manier? Super veel ondersteuning. Mm-hmm. Dus vanuit het huis, maar ook mijn eigen zakelijk leider, Koosje Laan. En geld voor een publiciteitsmedewerker. Geld voor een productiemedewerker. Ja. Hoe zeg je dat? Een producent. Iemand, ja, gewoon een scenograaf, gewoon subsidie om je plan waar te maken. En dat was bij iemand komt van binnen helemaal niet. Ik heb mijn eigen scenografie gedaan en ik reed iedere dag mijn busje naar een speelplek en dan bouwde ik het zelf op en dan brak ik het zelf af. En toen aan het eind van die tour dacht ik, oh ja, dit is misschien wel een burn-out. dus het feit dat je, ik heb die eerste voorstelling echt in mijn eentje gemaakt. En dat is helemaal ook niet zo leuk eigenlijk. Nee. Het is iets wat je, theater is echt iets wat je met elkaar doet. En ik heb, voor mij voelt het echt alsof alles wat ik maak gewoon door een groep kunstenaars wordt gemaakt. Ja. Dus Geertje van der Zee doet de scenografie. Dat is gewoon een kunstenaar die haar eigen project binnen dit verhaal maakt. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor Matthias Sigurdsson die de muziek maakt. En Susanne Loch die de flyer maakt en de poster ontwikkelt. Dat zijn gewoon zulke grote onderdelen. Dennis Slot, die de audiotechniek van Toerist bouwt en ook de audiotechniek van Bloos heeft gebouwd. Ja, dat zijn gewoon kunstwerkjes. Ja, dus het voelt bijna een soort groepsexpositie. Ja, inderdaad. In die zin dat je het echt met elkaar doet. En dat is zo'n rijkdom. Ik weet niet waar we de subsidie vandaan gaan halen, maar ik zou dat echt niet meer zonder willen. Ja, dat vroeg ik me af. Hoe zou je dat, als er nu bijvoorbeeld geen subsidie komt, hoe zou je het dan aanpakken? Als er geen subsidie komt, dan ga ik denk ik 8 keer zo langzaam maken. Ja? Omdat je dus ander werk moet doen en het er dan naast doet of zo? Of? Ja, en omdat je het allemaal zelf moet doen. Ja. Ik kan nu redelijk snel, dus ik maak nu 1 voorstelling per jaar, vind ik wel veel. En dat kan omdat ik een super team om me heen heb die me helpt met alle organisatorische kant, met de organisatorische kant, maar ook met de artistiek inhoudelijke kant en met de uitvoering daarvan. Ja, dat is echt heel En als ik dat team niet heb,
Ja, dan weet ik veel. Dan komt het volgende werk van Marten Boonschansker in 2027 of zo. Ja, precies. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is gewoon, het is teamwerk. En dat is zo ingewikkeld. En dat is ook in hoe we nu aankijken tegen de Fair Practice Code. En dat het een eis wordt in feite. Maar dat er wel minder geld is. Dat kan eigenlijk niet. Er zit zo'n... ik zou zo graag mijn mensen allemaal goed betalen. Gewoon wat ze verdienen. Wat ze zouden moeten verdienen. Maar als ik dat aanvraag, dan krijg ik de subsidie niet. Omdat de aanvraag te hoog is. Ah ja, precies. Dus je hebt toch het idee dat je wel altijd mensen net onder moet betalen? Of, ja, ja. Zeker inclusief mezelf. Zeg maar. Mm-hmm. De eerste die eraan gaat is je eigen loon. Maar dat is wel gewoon een heel ingewikkelde positie. Of ik merk heel erg nu ik zo mijn eigen organisatie heb, dat wat ik moeilijk vind aan instellingen, namelijk dat ze hun makers niet goed betalen, of dat je op een speelplek maar zo, weet ik veel, en dat je dan nog gedoe en geld en, nou ja, gewoon dat je als maker gewoon eigenlijk takken weinig verdient. Ja. Dat systeem zet ik voort in mijn team, ja, omdat ik niet anders kan. Ja. Dus nu zelfs met subsidies, ja, en het fijne dat je zo'n team hebt, kan het alsnog niet echt op soort van normaal niveau uitbetaald worden. Nee. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik weet niet wat daar de oplossing voor is. Nee. Dat het dus op alle... ik ben maar een heel kleine... We zijn een kleine stichting, kleine organisatie. En dat het ook op microniveau gewoon moeilijk is om iedereen goed uit te betalen. Ja. Ja, dan is misschien de enige optie dat het super bekend wordt en super groot en dat je meer kan spelen of zo. Ja. Wil je die financiële groei maken? Of? Nou ja, maar ook nee. Want speelplekken gaan ervan uit dat jij subsidie meeneemt. Dus zij kunnen niet jou bieden wat het zou kosten om de voorstelling te spelen. Ja. Maar dat weet je misschien zelf ook wel. Dat je dus... Nee, ik heb zelf nog nooit subsidie aangevraagd. Oh, dus, oké. Okay. Maar ja, dat is goed om te weten. Nee, dus een speelplek gaat ervan uit... Ah, je hebt subsidie. Ja. Dus ik kan je, nou, laten we een bedrag noemen. Ik kan je €1000 bieden voor deze speelplek. Mm-hmm. En ik ga er dus vanuit dat jij ook... Ik ga er vanuit dat jij die andere 1000 meeneemt uit je subsidie. Precies. Ja, dat je daaruit weer mensen uitbetaalt. Ja. Ah, ja. Dus meer speelplekken is niet per se een oplossing. Nee. Oké. Okay. Meer rijke speelplekken. Precies, ja. meer bedrijven, meer... Nee, precies. Nou, ik ben daar wel heel erg naar op zoek, naar van... Hoe kan ik mijn voorstellingen... Ik bedoel, het lijkt me echt te gek om bloos in een ziekenhuis te spelen, bijvoorbeeld. Ik zat er echt net aan te denken. We hebben het in een sexshop gespeeld en we hebben het dan in de foyer van een schouwburg gespeeld. We hebben het een keer op een markt gespeeld. Dat was heel erg tof, omdat er gewoon... Ja, dat ongemak om in zo'n bed te gaan liggen is dan 1000 keer zo groot. Mm-hmm. En daarna komen ze erachter dat helemaal niet, dat er niks vervelends met je gebeurt. Dus dan is er ineens een veel grotere ontroering voor mijn gevoel. Ja. Dan als je al met allerlei verwachtingen dat festival van theater instapt. Dat vind ik heel... Maar dat is denk ik waar in mijn hele werk. Ik denk, oh ja, het staat al wel een beetje aan... In de richting van. In de richting van minder in het theater en in de festivals en meer in. Ja, dat heet dan alternatieve speellocaties. Maar dat is dus eigenlijk gewoon de echte wereld. Ja, precies. Daarmee trek je het ook weer meer naar de echte wereld. En dat wil ik heel graag. Ik wil heel graag dat mijn voorstellingen gewoon een ziekenhuistour hebben en een gemeentehuistour en een weet ik veel. En dan thematisch, dus dat bloos. Ik ben nu in gesprek met een abortuskliniek om het daar te spelen. Ja, dat zou te gek zijn. Dan komt het voor mij zoveel dichterbij en zoveel meer binnen, omdat het thematisch ook past, dan in een theater. Het is ook leuk om het in een theater of in een festival te spelen, maar het zijn wel voor mijn gevoel altijd dezelfde mensen. Ja, dat is vaak het probleem, En het zijn mensen die... Ja, het is gewoon de theaterwereld is gewoon best wel een gesloten wereld. En dat ik denk, waarom gaat iedereen wel naar de film? Waarom is het niet gewoon voor mensen van mijn leeftijd, of jongere mensen, of oudere mensen, maar in ieder geval voor jongeren om te zeggen, oh, ik ga naar een voorstelling, vet. Ja. En zeker
het werk wat ik maak zijn een soort VR-achtige dingen. Het waar je, een soort ervaring, ja. Het zijn ervaringen waar je doorheen wandelt. Ja. En ja, ik denk dan, dat zouden jonge mensen ook vet moeten vinden. Het zou moeten kunnen. Ja, ik denk dat misschien onze generatie het ook inderdaad niet meer zo heel tof vindt om gewoon in een stoel te zitten en naar theater te kijken. Terwijl ze wel, want dat kunnen ze er thuis dan ook doen of zo. Heel veel mensen denken, ja, als ik ben het natuurlijk niet van mening, maar dan denken ze, oh ja, ik kan ook Netflix aanzetten, dat kost 10 euro per maand. Dus ja, maar geld is dus volgens mij nog niet eens echt de drempel. Ja. Want er zijn best wel veel plekken waar je zeker al onder de 30 echt goedkoop een kaartje kunt krijgen. Waar. Maar het is iets in onze houding tegenover theater, onze cultuur daaromheen, onze ideeën over theater. Die het voor mijn gevoel best wel in-crowd maken. Of vanaf een zekere leeftijd, omdat je dan het geld hebt en het ook gewoon wel chic is om naar het theater te gaan. Ja, het is vaak een oudere generatie die daar zit. Ja. En dan denk ik, ja, maar waar zijn dan... Ik weet niet, ik was laatst in Londen en toen zag ik... dus jongens, dit is de nieuwe trend. Allemaal mannen met van die sjaaltjes om hun hoofd, alsof het zo'n omaatje was. Oh. Oudere mannen? Of? Nee. Hele jonge, hippe, super hippe jonge mensen. Oké. Okay. Met gouden tanden en zo, en sneakers. En dan zo'n oma-sjaaltje. Maar echt zo als een paasei om je hoofd. Ja. Okay. Ja. En toen dacht ik, ja, die wil ik wel in mijn voorstelling. Mm-hmm. Ik wilde die komen kijken. De jonge, hippe mensen. Ja, nou ja, zeg maar, ik denk dan, oh ja, die gaat vast niet vaak naar het theater. Ja, precies. Ja. En dat vind ik dan zonde, dat ik denk, ja, maar ik denk wel dat hij het vet vindt. Ja, maar ja, daarom ben je dus ook bezig met kijken hoe je het op andere manieren bij mensen kan brengen. Ja, en hoe je gewoon het hele ding vanaf de allereerste idee tot en met de nazorg, zeg maar, mm-hmm. je verbinding met je publiek kan maken. Ja. Dat, ik vind dat heel spannend en ik vind het ook echt leuk als het gebeurt. Ik vind het, ja, als dan bij Bloos, als er dan mannen huilend uit zo'n bed komen en dan een soort van dankjewel, dan is dat... Dat zou je nooit in een zaal meemaken, omdat je gewoon al af bent, zeg maar. En diegene zijn verdriet op zijn eigen moment. Niet dat mensen niet ontroerd raken in een grote zaal. Nee, maar... Maar dat direct met elkaar kunnen delen en elkaar daarin met samen de ontroering kunnen voelen. Zo, dat vind ik heel, heel fijn. En dat ik denk, ja, maar daar kan ook... Daar gaat voor mij gaat dan mijn theater in de maatschappij staan. Gaat een verbinding aan met mensen. Precies. Verandert iets in die man, in die huilende man. Ja. Ja, dat denk ik. Ik zeg ook niet, en ik zeg niet dat het niet kan in een grote zaal of zo. Of dat het niet kan als je in een stoel zit. Dan kun je natuurlijk ook ontroerd raken. En ik raak ook, het is niet dat ik daar, zeg maar, ik ga graag naar allerlei soorten theater. En ik kan daar ook wel ontroerd van zijn. Maar dan toch is het meer, ben ik meer ontroerd... Zonder dat het echt betrekking heeft op mij. Ik denk dan, oh, die personages maken dingen mee. Mm-hmm. Wat droef dat zij hem niet wil, terwijl hij haar wel, weet ik veel. En die ontroering is meer een soort consumerende ontroering. Die je dus ook kan hebben. Kan je ook hebben als je een boek leest of als je een film ziet of zo. Ja, dan is het niet, dan ben je er niet deel van. Of nee, je bent wel ontroerd, je bent wel geraakt, maar het is wel hun verhaal. Ja, ja, hoewel toch ook met zo'n audio-installatie. Ik heb natuurlijk nooit jouw werk gezien. Dan zie je misschien, ja, dan vraag ik me af hoe je dan toch die connectie maakt. Maar ik moet het natuurlijk ook gewoon gaan zien. Want je loopt dan als individueel persoon ergens doorheen. Ja. En ja, hoe... Ja, voor mij zit het heel erg in het fysiek maken. Ja. Dus het feit dat jij in beweging bent, zorg dat je anders naar die audio luistert. Mm-hmm. Zorg dat je die audio op een andere manier binnenkrijgt. Voor mijn gevoel directer, of dat je beter luistert eigenlijk. En de verhalen die je hoort zijn echte verhalen. En dat maakt, zeg maar, als het stelt was een hoorspel waarin het soort van... Ben jij dat, Julia? Ja, Romeo. Dan sta je er alsnog weer buiten. Ja, dan denk ik dus niet dat het is niet zo van... Oh, omdat je in je eentje wordt benaderd... of omdat je individueel wordt benaderd... is het persoon... Het is wel echt een combinatie met... dat het waar gebeurde verhalen zijn. Ja. Ja, je moet wel... dat is wel een... denk als je dat mist... dus als je op de een of andere manier denkt dat het geacteerd is... dan ben je alweer heel ergens anders. Ja. Denk ik. Ja. En in hoeverre is het dan
misschien is dat niet interessant, maar in hoeverre is het dan een verschil met een soort installatie waar je doorheen loopt? En... Dat zeggen veel mensen, installatie. Ah, die van die installaties. Ja, want ik kan me dat wel voorstellen. Zo... Oh, wat tof dat er ook een installatie is genoemd. Ja, ja. Ja, want je noemt jezelf wel echt een theatermaker. Ja, ik vind het wel echt theater. Ja, nee, maar ik vind installaties... Bij installaties denk ik aan dingen waar je in en uit kunt lopen. Ja. Wanneer jij er zin in hebt. Mm-hmm. En deze dingen hebben een begin en een eind. Ja. Er is een verloop, er is een dramaturgie. Er zijn spelers. Ja, want er zijn dus wel ook in deze nieuwe weer... gewoon fysieke spelers aanwezig. Ja. Ja. En het is niet... Dus daar wordt het voor mij geen installatie. Installatie klinkt zo van, oh ja, oh dat is op de 6e verdieping. En dan kan je dan een kwartier naar dingen kijken en dan kan, iets meemaken. Ja, want daar voelen. Heb ik juist vaak veel afstand. Super afstandelijk, ja. Omdat je inderdaad er ook. Ook weer uit kan lopen. En dan is het maakt niet uit. De installatie mm-hmm. loopt gewoon door als jij eruit gaat Precies. of er weer ingaat of zo. Dus dat, en ik heb zelf kleine... Ja... Ik denk gewoon heel vaak als ik op een festival ben bijvoorbeeld... en dan heb je zo'n programmaboekje en denk je... oh ja, deze voorstellingen moet ik allemaal zien. Oh, en dan zijn er ook nog installaties. Oh ja. Ja. Dan moet ik even kijken of ik er tijd voor heb. Ja. Die raken, die zitten een beetje in het verdomhoekje. En dat daar wil ik helemaal niet in zitten. En ook, het begint, je hebt gewoon een kaartje voor een bepaalde begintijd... en het eindigt op een bepaald moment. Dus je moet gewoon wel aanwezig zijn, anders dan... Ja. Een theatrale installatie? Ik weet het niet. Nee. Ik vind installatie... Ja, ik noem het gewoon voorstelling. Ja. Of ik noem het audiovoorstelling. Ja, precies. Ja. Maar ja, er zijn dus wel ook spelers aanwezig. Dus het is gewoon een soort totaal ding. Ik vind ervaringstheater vind ik ook een vies woord. Ja. Daarvan denk ik ook... Oh, dan moet je zeker... Ik weet niet. Dan moet je iets ondergaan of zo. Ik weet niet, daar word ik ook een beetje kriebel van... Maar ik ben nog zoekende naar wat het dan, wat dan het goede woord is. Ik denk, audiovoorstellingen is voor mij tot nu toe best prima. Zonde dat er aan in zo'n woord al veel soort van gedachten vastzitten... waardoor mensen het misschien wel of niet gaan zien. Terwijl het totaal niks te maken heeft met de inhoud van je voorstelling. Ja. Ja, dat vind ik best bijzonder. Ja, maar het is ook wel lekker, toch? Dat je, dus het ontwikkelen van een idioom wat past bij jou als maker is ook leuk om mee bezig te zijn. Van, oh ja, welke woorden horen nou bij mijn soort theater? Dus ik ben daar nog zoeken in. Ik weet het niet. En er moet wel iets in over een soort van zintuigelijkheid. Dat zo'n soort woord hoort er wel in. Ja, precies. Misschien is het... Audio gestuurde zintuigelijke voorstelling. Ik weet niet of ik daarvan nou echt zou denken. Audio gestuurde zintuigelijke maker ben ik. Mooi. Ik wil het heel graag even met je hebben over je nieuwe voorstelling, The Tourist. Yeah. En daar vragen we Rana dan zo ook eventjes bij. maar misschien kun je eerst nog even kort vertellen, hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Want het is bijvoorbeeld bloos, snap ik. Dat gaat over vrouwen, seksualiteit. Dat staat misschien dicht bij je. Maar Tours is weer iets heel anders. Ja. Of misschien Tours moet je even vertellen. Tours is een audiogestuurde zintuigelijke voorstelling. Die gaat over twee vrouwen die in 1862 van Cairo naar Khartoum zijn gereisd. En dat waren twee Nederlandse vrouwen uit Den Haag. En ik ben vorig jaar met actrice en theatermaker Rana Goder en mijn moeder van dezelfde reis gaan maken van Cairo naar Khartoum. En voor mij gaat die voorstelling heel erg over de bewegingsvrijheid van vrouwen. En toen ik las in een krant over deze twee vrouwen, Alexandrine en Henriette Tinne, die in 1862 die reis maakten. En ik heb wel altijd een fascinatie gehad voor stoere vrouwen in de geschiedenis. Dus die eerste voorstelling over die kluisenares, dan denk ik, wow, dat is gewoon een vrouw. Dat voor mij voegt dat, ik weet niet, geeft me gewoon een soort extra laag. Omdat er ook in de geschiedenis zo weinig voorbeelden van zijn, omdat die niet opgeschreven zijn vaak. Ja. Waarom gingen zij die reis maken eigenlijk? Omdat ze rijk waren. Okay. Maar waarom daar? Rijk en verwend. Ja. Rijk en verwend. Ze hadden reislust, reisdrift en er was de Egypte was toen razend populair. De piramides waren net herontdekt en het was een tijd van ontdekkingsreizen. Dus zij wilden dat ook. Zij wilden ook op ontdekkingsreis. Zij wilden wat ze noemden de witte plekken op de kaart ontdekken.
En dat is dan wit, vanuit ons perspectief gezien. Want... Maar hoezo wit? Als ja, een... onontdekt, dus nog niet ingevuld. Nog niet door ons ingevuld. Ja, precies. Ja. Ja. En ja, dat verhaal, heel ambiguë gevoelens had ik erover. Omdat ik aan de ene kant dacht van, wow, wat vet. Wat deze vrouw gewoon in een tijd dat je nog in een... Ik bedoel, dit is 60 jaar voordat vrouwen mochten kiezen. Of kiesrecht hadden. Dus dit is een tijd waarin vrouwen in een korset, in een Victoriaans kostuum... zeker in hogere kringen, dus gewoon ja, thuis zaten. Een beetje uit het raam kijken en borduren en wateraquarellen maken. Ik weet niet wat ze deden. Maar reizen als vrouw en zo'n soort reis ondernemen en een expeditie leiden, dat was echt niet iets wat vrouwen deden. En dus ze waren super heldhaftig daarin. Ze hadden gewoon scheid. En de vader van het gezin overleed, kreeg ze een dikke erfenis en zijn ze gewoon vertrokken. Maar het is wel gekochte vrijheid. Ja, omdat ze dus dat geld hadden. Omdat ze zo gruwelijk rijk waren. Ja. En ze reisden ook door een koloniaal gebied. Dus ze werden overal op de thee gevraagd door de kolonisten. De vraag is, wat zie je dan echt van het land? Ja, niets. Die reisden in een bubbel, denk ik. En dat vond ik gewoon wel een interessant dilemma of zo. Dat je in mezelf ook, dat je aan de ene kant denkt van, oh, vet. Dat je aan de andere kant denkt... En daarin zijn we denk ik wel gegroeid als maatschappij. Dat ik toch een beetje ambiguë gevoelens heb over die reis. Ja. Het is, als je naar de geschiedenisboeken kijkt vanuit de jaren 50, 60, dan worden ze echt als helden afgeschilderd. Oh. Zo van die dappere. Wie durfde dat? Ja, ja, ja. En nu is er toch wel, tenminste in mij in ieder geval, een ander soort gevoel bij. Ook een gevoel van, goh, ja. Wat betekent die vrijheid dan? Van wie is die vrijheid en wie betaalt daar de prijs voor? Of. Ja, van wie is de ruimte om ons heen? En zij zijn dus van Cairo naar Khartoum gereisd. Toen nog verder Soedan in of Anglo-Egyptisch Soedan ingereisd. De jungle in en toen is de moeder heel ziek geworden. En die is overleden. Oh. En toen is er denk ik iets geswitcht in deze vrouw. In Alexandrine Tinne, de dochter. Waardoor ze ineens gedwongen werd, het leven greep zo in dat ze gedwongen werd om uit die bubbel te stappen en zich te verbinden met de plek waar ze was. En ze is teruggereisd naar Cairo, maar ze heeft bijvoorbeeld eindelijk dat korset uitgedaan en die Victoriaanse jurk uitgedaan. Ze is Arabisch gaan leren. Ze is ook niet meer teruggekeerd naar Nederland. Ze heeft een huis opgericht voor ex tot slaaf gemaakt om terug te keren in de maatschappij en een huis voor ezeltjes. Zielige ezels, dat een soort ja, dierenredder-achtige plek. Dus ze is in haar van toerist en van consument... is ze eigenlijk reiziger of misschien wel gast geworden. Ja. En dat vind ik een heel spannend verhaal... van hoe is dat dan gebeurd en wat is er in haar gebeurd dat zo omsloeg. En toen ben ik met Rana en mijn moeder die reis gaan maken... Mm-hmm. En hebben we onderweg vrouwen geïnterviewd over hun bewegingsvrijheid... En ook met Rana daar veel gesprekken over gehad. Rana is een Egyptische vrouw, een Cairense vrouw. Hoe beweegt zij zich? Wat is haar bewegingsvrijheid ten opzichte van de mijne, ten opzichte van de vrouwen om haar heen? Dat voor mij voelt dat dus bijna net zo universeel. Ja, of het is misschien een meer toegespitst op één verhaal dan bloos. Maar het is wel een best wel universeel thema, denk ik. Ja. Zeker, denk ik ook. Zullen we Rana er even bij vragen? Rana. So, Rana, very nice that you can join us. How did you guys meet? Because you're from Egypt. And how did that happen? Well, I was going once home. Upon a time, Once upon a time, I was going home to bed, and then a friend of mine sent me a text message saying, "Why don't you come to the Greek club? I'm going to introduce you. I'd like to introduce you to some people." I said, "Ah, I just arrived. I'm sleeping in bed." And then they said, "Well, you should come. I just think you should come." And so I got dressed, went downstairs, took my bicycle, and went to the Greek club to find Marta. And you didn't know each other before, but you just met there. Yeah, we met there. It was just a casual beer. Mm-hmm. To me, this is very Cairo style of meeting, is that
it's very normal to bring people to whatever appointment you have. So like if the two of us would meet and I would randomly bring three friends, that would be kind of strange to us, because you would think, oh no, I have, wait, weren't we supposed to have an appointment together? Mm-hmm. But in Cairo, it's like one big Zwaankleef aan, which is really nice, because you meet a lot of people in different groups, and they come and they go, and like some of them leave to another party, and it's like it feels very organic. And so in that organic movement, I met Rana. I have to say, though, that in some moments we do check in with each other as friends, if we're okay and if we'd be okay to have someone. Right. But it's only when we feel like maybe we're going through a depression or going through a stressful time. So maybe you want to have quality time. Yeah, so then you ask for permission. Yeah. You don't always okay bring. With, yeah, not always. Yeah. And were you in Egypt for your performance already? Or? I was in Egypt for Tourist. Mm-hmm. And I really wanted to have a travel companion, a woman, an Egyptian woman, mm-hmm. that would travel with me to have some kind of different perspective on this journey. Because if I would just go with my mother, it would be a redo of 1862. And it was 2018. So I felt that was important. Yeah. And so I got introduced to some artist circles of people, the Zwaankleef aan artist circles of people. And I met with a couple of people. And then with you, I think it was just a nice evening. It wasn't like, this is your candidate for, it wasn't like that. It was just more, way more friendship kind of start. It's more organic, yeah. 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 And then we just hang out for, I think, 8 days or something. We just met up a lot. And at the end of the 8 days, it was kind of like a marriage proposal. It was. I was like, Rana, would you like to go on this journey with me? But did you tell her at all about you, that you were looking for someone? Yeah. I was in the process of, I called up a friend and I said maybe she could be a candidate, but the problem was that she didn't have a strong command of English. So I mean, she was a performing artist, but her style and her vocabulary in performance art was just more on the dance side. She did theater, but she has a specific thing. So I tried, I did my part and then I felt like at times we would talk about if I would find, well, the person ideally would, and I'm you know, I'm sitting there, I'm like, but then I was I think we were both thinking, like, I was thinking like, oh, maybe Rana doesn't want to, because you know, you never I just explained what I needed, and you never said like, oh, that could be me. You just went like, oh, I know someone that could. So yeah. I was like, oh, maybe Rana's not interested. And then you thought, oh, she's not interested in me because she's not specifically asking me. Yeah. So we kind of had this misunderstanding where we both thought, oh, the other person doesn't want it to be me. I was also giving room for you to have options, like not to take it personally. Like, you don't have to worry. If it's not me, I won't take it personally. It was romantic the last day. Like, will you come on this journey? Yeah, that's amazing that you find the right person. And what kind of work do you usually do? Well, I'm a performing artist. I've been pursuing camera acting for 2 years now. So I'm mainly involved in acting, whether it's theater or camera. Oh, yeah. Film. And do you make your own performances as well, or mainly the camera acting? I do have two performances that I'm working on, and they're endurance performances. One of them is inspired by walking, and another one is inspired by a friend of mine who was going into depression. She was suicidal, so I asked her to come to my house and shave my hair. And so I have a piece that I'll be doing where I'll be having stream. Well, it's inspired by that. That's just what it is. I won't ruin Don't it. Don't give it away. Give it away. Yeah. Wow. Yeah. Really cool. Yeah. You can still tell about the eye project. That's what you were working on when we met. Oh yeah, but that transformed into the walk project. So is the audience walking, or is no? The... I'm walking. Oh, okay. I'm walking. It's more of an endurance. So it's a
I've been researching about this genre of Marina Abramović, mm-hmm. who I love. And I love her and I appreciate her work. And it's a durational endurance project where I'll be walking for hours in a specific closed space, which is, for me, at least in my experience in theater, is a typical exercise that you do collectively when you're warming up. But I'll be doing it individually, and it's inspired by walks that I took as manifestations of the prolonged time of that people feel when you're going through depression. And so I did that in Cairo, and the longest walk that I did was 38 kilometers. Oh my. And it included also going through a tunnel, mm-hmm. a very long tunnel, a 7-kilometer tunnel in solitude. And this is a part of it. It's actually divided into two things. So there's the depression part, and there's also the anxiety and paranoia, and that's also through the walking. And there's another part where I'll be sleeping and getting out of. I mean, I don't want to give it away, but it's also it's just physical manifestation of that. And how does it work when you are walking? Is there an audience walking with you? Is it recorded or is it... No, this I'm still trying to... I mean, my partner, he proposed that I would do a live stream of it as I'm doing, as it takes place. I also will be looking into possibly videographing it. Yeah. So it's still in the making and it's cooking in parallel. But I think what you did is you... invited your audience to talk with you about depression, like in the pre-phase of before you walked, like you invite people on social media to talk with you about their depression, about their feelings around this subject, and you sort of take that with you, I think. What I did was I said let me walk for you, for those who have been silently crying, for those who have are not able to get out of bed, for those who are in the same moment as they are, just feeling so angry at their supporters. They just wish to tell them that they are making a difference, but I can't really show it to you right now. I there is progress. I just can't show it to you. Yeah. You know, this kind of thing. And I said, you know, you could come and walk with me. I invite you to come and walk with me as a stranger or as someone that you know, but it will be anonymous. Or I will just walk on your behalf. And maybe one day you will walk it. I'll send you the trace on the map. Nice. And maybe it'll be something that you would want to do at some point, or maybe not. And when did you take this journey together? When did it start? Last year, end of November till mid-December. So like two, three weeks or? So it was supposed to last 6 weeks. And I traveled from Cairo to Khartoum in 6 weeks. But then Rana couldn't enter Sudan. Yeah, I couldn't leave the border. Oh. You need to get certain permissions because of the political situation. And so I could not get the permissions in time to be able to cross the borders. Wow, that's actually maybe a little bit what the performance is about. If the performance is about mobility of women, then this is, it's a huge part of it. Yeah. So did you travel further alone with your mother? Or? Yes. Ah, okay. Yes. And how was the traveling together? How did that go? It was very colorful. It was a very colorful experience. I mean, it was... I hadn't learned yet to... I mean, I'm not going to be too hard on myself in this, to be honest. But I think I was in a different place a year ago. And so handling the stress that I anticipated that would have come was... I was mindful, but I could not help but... be stressed, and so therefore react in stress, and therefore see things in stress. But on the other hand, there were very, very funny
moments, and there were very, very heartwarming moments. Moving together as women was definitely something that I felt safe about. Mm-hmm. If I'm talking about the things that I was feeling safe about. Mm-hmm. It felt nice to be traveling together, to be working on this project together. Yes, we're saying that it's a radio show. So we traveled saying that we were working on a radio show because it was recommended to us to say this instead of a theater piece. Okay. Because art is considered more... You just get more eyes. It's more stigmatized. Mm-hmm. There's more suspicion of what are you talking about? Are you talking about religion? Are you talking about politics? Are you talking about sexual orientation? Are you talking about human rights? Are you talking about, you know, subjects that you're not actually to speak of? Yeah. Especially with foreigners. Yeah. So it was just better to have a fluffy... look. Yeah. And you know, I mean, yeah. And I mean, in my head, I was thinking, yeah, I mean, we're doing an interview about mothers and daughters and their relationships. So there's nothing that can be, there's nothing in your face political about it. But everything is political, but we can pretend we don't believe in that, you know, and it can be nice and heartwarming, and it can be, you know. Mm-hmm. I think this was a search for both of us, for anyone, like for my mother as well, like what the balance was between, okay, what is it we want to say, or who is it we want to speak to, and about what, and what is safe to speak about, and... Mm-hmm. Doesn't put Rana in danger, because I fly back, like there's no, you know, so to create a situation where everyone felt good was a constant stream that we had to check in on every day. Mm-hmm. Like things like my mother could ask, Marta, do you have your audio equipment? And I would be like, let's just not mention the audio equipment. Because it scares people off, or? Yes. It raises suspicions. It brings about eyes that you don't necessarily intend to have in your research project, in your performance. Mm-hmm. So, and we already had them anyway. So they were already looking at us anyway. Yeah. So yeah, and I feel like, I don't want to sidetrack, but I feel like this in its own way, it did affect the way that the women that we interviewed were responding to us. This was not an art project. This was a radio show. This was a let's testify and talk about motherhood and daughterhood. And mm-hmm. so let's talk about the beautiful and nice and mm-hmm. and pretty things. Mm-hmm. And so at the same time, there were still women that I applaud, especially the young daughters, who took the mic metaphorically and literally and said what they had to say to their mother in a safe space, because of how strange we are, mm-hmm. That we don't look similar. And I stressed them so many times in the audio recordings that I am an Egyptian. I am not the Egyptian. I am not the Egyptian woman. I do not represent whatsoever, even in my social circles, even in the, you know, the artists that hang around in downtown, even the people that are, you know, that have been involved in very important things. And why is that important? Over the past 8 years. Why do you have to make that distinction that you don't speak for all? I don't know if it's a thing because I'm an anthropologist. So I'm very much attached to the fact that I only am a representation. And also I'm aware of my privileges. Mm-hmm. A year back, I had by then made peace to a certain extent with the privileges that I have. I'm a woman that lives in a rich part of Cairo. I'm a woman that comes from a bilingual family. I was educated in foreign language. Foreign language is English is my first language, not Arabic. Mm-hmm.
You went to university. Yeah, I mean, I went to university. I've traveled around. I only represent myself. I don't represent women. The women of Egypt. Mm. Definitely not. I can identify with pain and trauma, but I can't say that I am the representation of. You know, I'm not Miss Egypt. You know, I'm of not, course. No, of course Miss not. Egypt. Not, yeah. No. And you said that traveling together felt safe. Were there parts of this trip or this journey that made you feel unsafe? I think it was just more of stress. Mm-hmm. I did have moments where I was concerned. I mean, I think you did feel did I responsible. Fear? Yeah, I mean, you felt responsible for the group, and so yeah, and so. For instance, also because we didn't speak Arabic, whenever there was someone asking questions, you would have to handle that. Mm-hmm. So those were moments where you sort of were pushed in a role of the responsible, you know, like the leader of the pack. Yeah. And that, I think, gave you stress. Yeah, I had to. I think also when I look back, I think it's because I had to put on a show. I had to put on a show with that green coat, you know. Yeah. I had to be the woman that's happy to see them when they come and ask questions. Yeah. You know, and I'm so glad that they're here because they're protecting us, which is you know, a show, and at the same time. And so yeah, so them asking questions would be a police checkup, for yeah. instance. Yeah. But, you know, that's, I think in general, so that's something, if you ask how was the journey, it was a big part of the journey that, you know, that we felt maybe sometimes restricted in our movements or that there was some sort of control about how we moved mm-hmm. around. But other than that, it has been, at least to me, there was a lot of connection. The trip would have never been the same if Rana wasn't there. No. Because Rana was the bridge to me. Like, it was through Rana that I could see Egypt mm-hmm. from a different perspective than being the tourist and just, I don't know, ordering juice. I don't know what you would do. But the way we traveled and the way we visited women in several places to interview them, and you arranged that for us, like you made the contact in Arabic and translated often, that made it, like, I felt very honored to be able to see Egypt through your eyes and through the eyes of the woman that we met. And it gave us a lot of good conversations and just kind of, I would say, what's the word? Like, sort of togetherness. Mm-hmm. Yeah. Yeah. It was at times very wholesome, yeah. The trip. Yeah. So what was it like to have to leave Rana behind and for you to have to leave? We just dealt with it. We just said, halas, this is it. Okay, we're not going to spend our energy on that, on feeling shit about that. Mm-hmm. Yeah. And we, you invited your grandmother to come to Aswan. Yeah, and she agreed. And so you had a very lovely time with your grandmother after. So it was kind of, we sort of made sure that Rana had, you know, was okay. Had a nice thing in the future to do as well. Or And then my mother and I traveled further. Mm-hmm. And how did you communicate with the people in Sudan or with the women? So in Sudan, we had another guide helping us talk to several women in Sudan. And also in Khartoum, we spoke to quite some English-speaking... Khartoum in Dongola. Dongola is a student city. So we spoke to quite some English-speaking Sudanese women. So yeah, that's how we did that. And we traveled with a female guide, which was super nice. Yeah. Also to see Sudan through her eyes. Mm-hmm. And now you're here in the Netherlands. And is it the first time for you? But is it now coming together, the travel and the performing? So it's the first time you're really working together. Yes, it's the first time we're working. Yeah. Yeah, we did the research together, but now we're actually working together.
And it's been quite fun. Yeah, like, it's been nice. It's been a lot of fun. And to me, because I mean, we both worked on it as when Rana wasn't here yet. But to me, that you're here now just changes the whole thing again. Like, it makes it so much more. I don't know. There's so many things that I scratched, because not even that you told me to scratch, but just by you being here, I'm like, that was not important. Like, that's not important. This thing I wrote is not important. It's it should go this direction. I'm stumbling. But to be together again, it's like, you know, if you open a drawer and there's a scarf in there and there's the perfume of someone that you haven't seen in 3 years and all of a sudden you're back there. Mm-hmm. That's kind of what happens. Yeah. What happened when you came back? It's like, oh yeah, this is the energy we had, or this is the how we communicate, or this is the languages that are, all of a sudden there's English is back in my head again, because I didn't think about it for a long time, because I just started, you know, editing in my Dutch mind, kind mm-hmm. of. And there's Arabic, and there's, you know, all these different elements that you bring back into the performance, which I think are very valuable. Thank you. You're welcome. I'm really glad to be here. Yeah. I'm just really glad to be here. And I'm glad to see the set. I'm glad to see things. Things are much, much clearer now that I'm here. I could understand so much more what my role is and what this piece is about. And we're still working on that. And it's much, much, yeah, much more... It's very calm and clear to work and... Well, especially with something that's kind of an experience. Mm-hmm. Audio-sensorial. Audio-sensorial experience. Well, it sounds better in English. Everything sounds better. No, but like, especially in that kind of work, it's really hard to explain it by email or Skype. No, but like, Rana's input has been of great effect in all elements of the performance. So musically, in set design, in text, in edit, and... it's been super exciting to work together. Yeah. And again, like, I could have never... I think my team gets richer and richer. Like, I could have never done this by myself. No. You need other artists. You need to work together to create something, to lift it off to the next level. Yeah, I feel like each person that is working and that's contributing, it is contributing to the project. Like the set designer's role is as equal as you said. Equally important as the light designer's role, as the musician designer's role, as the coach, as us and the other people. Yeah. So it's a team effort. Yeah. It's very much, you can very much feel the art and the space you get for it. Like Het Huis Utrecht has been of great support. They give a lot of space for us to research and to develop, and like they helped a lot in getting Rana here. So it's like, it's really a team effort, I would say. Nice. I'm afraid we have to round up a bit. Yes. I think I could... I have so much more to ask about the journey and how... I have to close it off. So is there something... what is the most valuable thing you guys have learned from this journey and this project? To me, I think that it's... that wherever you are, or wherever you travel, wherever you go, it's of great value to connect for the person you're meeting, but for the people you're meeting, but also for yourself. Like it just gives a deepness and richness to your life that you can't have if you stay in your Hurghada resort and order juice. Mm-hmm. Yeah, that's nice. And for you? Well, one of the things that I've learned is that trust comes in so many different ways, and one of it is definitely trusting in that humans are not absolute. They really are not absolute good or absolute bad. You know, and that with good intention, you know, is it's
I learned something very human. I'm trying to find the words for it, but it's really just, there was something about the dynamics that we were having. We did have tense moments, and there was something about the way that we were resolving those moments that were important. It was important in being on the same page and still trusting in connection and trusting in intention and being and constantly just working on oneself. So I hope that made sense somehow. Yeah, definitely. Were you surprised by that? I was thankful for that. Mm. I mean, I was surprised, hence very, very appreciative, very, very thankful, you know? Yeah. And it helped in moving things forward. Okay. Yeah. Thank you guys so much. Thank you. Thank you. Dat was hem weer. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik had nog veel langer door kunnen praten met deze twee. Ik vond het echt ontzettend interessant hoe anders het leven voor een theatermaker is in Nederland dan in Egypte. Rekening houden met welke onderwerpen je kunt behandelen. Het feit dat er altijd bepaalde ogen op je gericht zijn. Echt een andere wereld. Ook vond ik het heel tof wat Marten zei over dat de voorstelling al begint voordat hij echt speelt. Het is niet iets wat losstaat van de maatschappij, maar juist iets waarin ze heel erg de verbinding opzoekt met mensen ook voor en na de voorstelling. Zo wordt het meer een gesprek in plaats van dat het alleen relevant is op het moment dat het aan het spelen is. Een hele interessante ingang voor een medium als theater, wat anders zo vluchtig kan zijn en na het spelen ook weer verdwenen is. Ook in je communicatie is het inderdaad zonde als je alleen maar naar de buitenwereld communiceert als ze weer kunnen komen kijken. Ga eens na voor jezelf hoe je misschien met jouw werk vaker een dialoog met mensen op kunt zoeken. Of kunt kijken naar hoe je werk misschien een langere impact heeft. Zoals Marten het zegt, kunst hoeft niet los te staan van de maatschappij. Het hoeft niet een soort sprookje te zijn dat na afloop weer voorbij is. Heel interessant vind ik. Ook heel tof hoe ze zich probeert onder te dompelen in ervaringen voor haar voorstellingen. Zichzelf 2 weken opsluiten in een kluis en nu ook weer echt op reis gaan en ervaren in plaats van vanuit een veilige repetitieruimte te werken. Heel inspirerend en ook heel tof hoe ze elkaar hebben gevonden en vanuit daar samen deze reis aangegaan zijn. De voorstelling Tourist gaat op 23 oktober in première en speelt daarna onder andere nog in het Nationale Theater in Den Haag en Theater Bellevue in Amsterdam. Ik ben super benieuwd en ga zeker kijken en vooral luisteren. Heel erg veel dank aan Marten en Rana en ik wens ze heel veel succes met hun voorstelling. Voordat ik afsluit nog even dit. Dit weekend gooi ik op mijn Instagram een winactie de lucht in voor 2 tickets voor het event The Construction Club van Voor de Kunst. Een heel tof evenement waar je alles leert over zelfstandig ondernemen als maker. Er komen verschillende sprekers langs die je van alles leren over persoonlijk ondernemen, je doelgroep vinden, subsidie aanvragen, crowdfunding en nog veel meer. Ik mag dus 2 kaarten weggeven, dus hou mijn Instagram in de gaten. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.